Hallo lieve kijkers, yo, wat is dit nou weer? Het is een speciale video, wie zit er naast me? Het is Senna. Hallo. Hi. Hoe is het met je? Goed. Een echte. Niet eens verkeer. Wat was dit? Ja, ik ben hier samen met Senna. Ik heb je nog niet eens verteld waarom je zit. Ik heb het idee van de video nog niet eens verteld. Ja, ik weet het ook helemaal niet. Nee, ik heb helemaal niks gezegd. Je bent gewoon random ass, gewoon s'avonds naar mijn huis gekomen. Met je moeder en je zus. Je bent gaan zitten. Ik weet niet eens wat we gaan doen. Nee. Lieve kijkers, even welkom heten op mijn leuke kanaaltje. Hallo, dag. We hebben natuurlijk laatst een video gemaakt. Waarin we die gekke challenges allemaal deden. Die was niet helemaal goed gegaan. Er waren een aantal van de beelden. Eén kaartje waar we op gevonden was corrupt. Was allemaal weg. Oh ja? Heel veel gedeeltes weer opnieuw doen. Oh. Eén van de challenges moeten we gaan doen. Welke zou je leuk vinden om weer opnieuw te doen? Welke vond je het leukst? Met die eieren. Doe het weer! Ik doe het weer! Ja. Mocht je trouwens nou niet weten wie Senna is, doet mee aan Van Niks naar Kliks. Talentshow waarin ik op zoek ging. Fantastisch leuke YouTube talentje van 2017. We zijn met 7 mensen begonnen en er zitten 3 mensen in de finale. Namelijk Senna, Hanwei en Govert. En ik heb... Eerst wil ik even dit laten zien. Lieve Senna, gefeliciteerd met de winst. Ik vind dat je een terechte winnares bent. Ik vond je hartstikke leuk en ik hoop dat wij samen een keer een videootje op kunnen nemen. Doei! Oh, dat vond ik echt leuk! Wat is dit nou weer? Dat is Monica Geuze. Zij vind ik echt leuk. Maar Senna, weet je wat dit betekent? Je hebt gewonnen. Yes! Ik heb... Oh, echt? Ja. Je hebt gewonnen! Yeah! Yeah! Feestie! Feestie! Oh, wat spannend zeg. Jij hebt gewonnen. Ja, vind je leuk? Ja. Ja? Weet je, we hoeven helemaal geen video opnieuw te filmen. Oh. Dat is allemaal onzin. Ik dacht, jij kent mij nu al zo goed genoeg dat je wel door hebt wanneer ik aan het testen ben. Maar dat blijkbaar niet. Nee. Maar ben je blij? Ja. Ja? 500 aanmeldingen. Heb je ervoor gezorgd dat jij met je mooie trui op nummer 1 bent geëindigd? Wat gaat er door je heen? Veel. Ja. Wat zou je tegen de kijkers willen zeggen? Dank allemaal voor het stemmen. En ik vind het heel erg leuk. Ja? Ja? Van alle 500 mensen was jij de eerste, en dit is geen leugen, de enige naar je inzendingsvideo keek. En eigenlijk op de eerste seconde dacht van oké, zij moet sowieso door naar de serie, zeg maar. En er was verder niemand van de 499 mensen! Ik heb 499 video's moeten kijken van mensen. Ik heb alles gezien, hè. Niemand van de 499 mensen, waarvan ik zeker wist dat ze naar de, in ieder geval in de serie moesten. Behalve jij. Ja? Ja. Alle kijkers thuis vragen zich natuurlijk af. Oké, weet je, als je van niks naar kliks wint, wat win je dan? Dat is de grote vraag. Ja. Alleen je wint niet één ding, je wint eigenlijk heel veel. Ja, zal ik erbij halen? Ja. Je hebt gewonnen, Senna! Schrik me. Deze mag je hebben. Dit is de eerste cadeau. Oké, ik heb hier een hele zak met cadeaus. Het lijkt alsof het helemaal is gesponsord, maar nee. Ik heb gewoon een zak uit mijn laag gepakt. Ik heb allemaal cadeaus hierin, joh. Allemaal. Jeetje, ja. Hoeveel cadeaus zitten er ongeveer in? 8, 9. Wauw, weer. Je mag losgaan. Je mag alles uitpakken wat je wil. Allemaal van jou. Wat een prijzenfestijn is dit, zeg. Niet te geloven. Ik zie je moeder en je zus op jaloers kijken. Het is skierjoggers. Skier. Oh, zwaar. Ja, weet je, wie wil dit nu niet? Wie van jouw leeftijd wil nou niet joggen? Hier, een soort van... Ik dacht, we hebben zoveel mooie momenten samen nu al meegemaakt. Thumbnail van de video, maar even in een fotolijstje stoppen. Aan je geven. Beschrijf wat je ziet. Wat is het? Nou, ik en jij. Nee, maar hij is echt leuk. Het is toch best een leuke foto? Ja. Dit ook erbij. Zo. Ja, je bent de winnaar. Ja. Zelfs je half aangevreten paprika staat er ook. Maar je bent nog lang niet door al je cadeaus heen. Ik zal de kijkers in de tussentijd eventjes een leuk feitje vertellen. In de eerste ronde konden mensen natuurlijk stemmen. Ja. Daar is de top 3 uitgekomen op basis van de... Wat is dat nou weer? Dat is nog een beetje jongen! Hey, nog een keer. Skier. Voor de hele familie. Nee, dit is volgens mij weer... Nee, dit is het niet. Wel, dit wel. Oh nee, dit is iets anders. In ieder geval, het verhaal wat ik aan het tellen had. Oh. Het is toch skier! Skier. Ja joh, je kan jarenlang yoghurt eten. Lijkt alsof het gesponsord wordt, maar nee, ik heb het allemaal gekocht, hè. Ja. In de ronde waarin mensen konden stemmen. Yay, paprika! Ja, ik dacht, laat ik toch maar 1 paprika geven. Want jullie hebben je wel verdiend. Maar jij hebt dus de meeste stemmen voor iedereen. Ja, zelfs... nog een paprika! Toen ik voor het eerst alle video's met iedereen ging maken, toen waren allemaal mensen in de comments, Govert heeft al 40.000 abonnees, Hanne heeft 60.000 abonnees, die winnen sowieso. Maar jij was dus bij lange na, zeg maar gewoon by far degene met de meeste stemmen. Hé, nog een paprika. Zit je me nou uit te lachen? Ik zit het lachen. Jij had gewoon de meeste stemmen, ja. Iedereen, dat wil ik even benadrukken. Want mensen, het maakt niet uit hoeveel abonnees je hebt. Het maakt niet uit of je nou 100.000 abonnees hebt of 1 miljoen. Uiteindelijk, uiteindelijk zijn mensen stemmen omdat ze iemand bepaald iets gunnen. En dat is, nou ja, mijn boodschap is al lang duidelijk. Hey, nog een. Ik voel het ook weer gewoon. Nee, maar dit is iets anders. Ja? Nee, 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 Oh nee, maar die komt straks nog. Oh, dat mocht ik niet zeggen. Kijk nu hoor. Laat je niet eens even zien aan de camera. Jeetje. Oh. Mensen zijn heel benieuwd wat het is. Paprika, paprika. Paprika, paprika. Paprika. Paprika, paprika. En nog eens. Paprika. Hier, ik heb nog iets. Vast weer een paprika. En nog een paprika. Deze eerst. Deze is af. Dat ben ik weer. Ik voel het gewoon aan de vorm. Nog een paprika. Dit is ook, hier zie je, je ziet dat. Ik denk dat er nog nooit iemand is geweest in Nederland van 9 jaar oud. Eén avond zoveel paprika's heeft uitgepakt. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar dit is een hele leuke hoor. Dit is heel speciaal. Ja, dit is echt leuk. Dit is echt een leuk cadeau. Dat heb ik zelf niet eens bedacht hè. Dat heeft iemand anders bedacht. Dit is paprika. Oké, nou ja, ik denk dat de grap ongeveer is aangekomen. Ja. Maar dit is niet de enige, Senna. Oh. Ik heb nog meer. Prijzen die heel groot... Nee, ligt hier niet. Oh. Je mag zoeken wat je wil. Oh ja, ik heb hier nog puntpaprika's voor je. Dat mag je ook hebben. Ik heb het op mijn telefoon staan. Moet je nog mensen danken? Je moeder en je zus, omdat jou hier erheen hebben gebracht. Ja. En... Dank. Ja, had je verwacht dat je had gewonnen? Ja, nee. Het... Okay. Ik weet het niet. Ben je aan het spieken? Ben je aan het spieken? Laat ik even de traditie even voortzetten. Leg eens uit wat er op je trui staat. Maar ik kan het niet zo goed zien. You are never fully dressed without a smile. Nou, je ziet het. My pain, no game. Ja, ja, ja. Weet natuurlijk allemaal precies wat dat betekent. Ready for take-off. Mijn naam is Senna. Mijn naam is Senna en ik heb gewonnen van 499 andere mensen. Oké, stond op de achterkant. Say what? What? Fashion is my second favorite F-word. Dit draag jij, hè? Ik heb nog meer prijzen voor je. Dat is de reden waarom ik dit helemaal heb gedaan. Omdat ik wist dat zodra ik mensen al meeneem in zeg maar de wedstrijd, dus de eerste 7, hebben ze er sowieso al iets aan. Dus alle 6 die niet hebben gewonnen, hebben nu alsnog een beetje publiek gekregen. Zeg maar kunnen leren en zo. Die heb ik een beetje bijgepraat en weet ik het allemaal. Dus dat was sowieso onderdeel van de prijs. Alleen wat ik graag wil, maar eigenlijk is het een vraag aan jou. Snap je? Jij hebt touwtjes in handen, Senna. Jij mag beslissen. Voor hetzelfde gaat zeg je nee, ik wil niks met je te maken hebben. En dan is het prima. Ik bedoel, dan neem ik die paprika's gewoon weer mee terug. En dan ga je lekker naar huis toe. Maar ik zou heel graag in 2017. Ik weet zeg maar hoe moeilijk het is om alleen, zonder hulp van iemand anders of iets dergelijks, soort van jarenlang op YouTube zeg maar te moeten zwoegen gewoon. Vechten voor je leven. En het klinkt heel dramatisch, maar het is wel waar. Maar het is heel makkelijk om in een soort van fouten te begaan en wat dan ook. Dus ik zou heel graag, samen met jou in 2017, kijken hoe we zeg maar je video's nog beter kunnen maken, nog leuker kunnen maken. En ik zeg we, want ik ga dat dan met Peter doen en met Jart en zo, want we zijn allemaal één groepje. Hoe we zeg maar nog meer voor kunnen zorgen dat je misschien de ideeën die je hebt voor video's, dat die waargemaakt kunnen worden. Of dat je misschien als je nu ergens niet tijd voor hebt, omdat je op school zit of zo, dat die dan kunnen ondersteunen en weet ik wat allemaal. Eigenlijk noem ik het gewoon mentor Kalvijn. Dat is hoe ik het zie. Oké, dit is het officiële moment. Senna, ben je er klaar voor? Senna Bellot. Wil je met me trouwen? Oh nee, zo gaat het niet. Senna Bellot. Mag ik in ieder geval voor 2017 je mentor zijn? Ja. Ja. Mensen, we hebben een winnaar. We hebben een officiële winnaar. Het is de enige echte Senna Bellot. Ja, dat is de en je officieuze broer. Oh ja. Je niet-officiële broer. Die alleen maar cadeautjes geeft met paprika's. Jordi, als kijkt, kan niet wachten om je te ontmoeten. Om het heel ook een beetje duidelijk te maken. Lijkt mij bijvoorbeeld leuk om je mee te nemen naar Beat Festival toe. Gewoon te kijken hoe dat dan gaat. En om andere mensen te ontmoeten en zo. Kijken of bijvoorbeeld mensen zoals Monica die al zei van, dat ze het leuk vinden om te kijken of je misschien met hun eens een keer een video kan opnemen. Ja. Zulke dingen. Ja, snap je? Dat vind ik echt heel leuk. Ja, vind je dat leuk? Ja. Ja? Ja. Nou, daar ben ik blij om. Allemaal standaard dingetjes. Die voor mij, zeg maar, omdat ik al jarenlang YouTube doe, normaal zijn. Als ik dan bijvoorbeeld naar jouw video's kijk, dan denk ik van oké, dat kan er nog beter. Snap je? Want dat is het ding gewoon. Er zijn YouTubers, bijvoorbeeld jongens zoals Govert of Hanwei of zo, die al ouder zijn, die al meer op YouTube zitten. Maar ik heb het gevoel alsof zij zichzelf wel gewoon redden. Dat die jongens zijn best wel groot en die zijn gewoon volwassen en die weten ook wat ze kunnen en die zijn al best wel gevorderd. Dat is het ding. Ik wou eigenlijk in deze talentshow iemand vinden die nog heel erg de hulp kan gebruiken, zodat we binnen een jaar iets kunnen doen waar normaal gesproken iemand 5 jaar voor nodig zou hebben. Snap je wat ik bedoel? Wat is daar op jouw reactie? Heel leuk. Ja? Ja. Ja? Ben je blij? Ja. Gelukkig maar. Ik ga even kijken op mijn lijst of ik nog iets heb staan wat ik vergeet. Oh ja, ik kom ook bij je in huis wonen. Oh, had je moeder dat al verteld? Ja, ze heeft al mijn bed klaarstaan. Oké. Wil jij de video afsluiten? Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer eventjes. En tot de volgende keer. Doei. En abonneer ook op Senna. Ja. Jart komt nog even in beeld. Oké, ja. Dat was Jart's hand. Hey.